We zijn aangekomen in Marseille, de tweede grootste stad van Frankrijk en een onwijs belangrijke havenstad. We zijn vanaf het cruiseschip er zelf op uitgetrokken met een taxi om bezoek te plegen aan de Basilica de Notre-Dame de la Garde. De kerk is vernoemd naar Marie de la Garde, de beschermster van de zee. Deze kerk is dan ook echt een must-see tijdens je bezoek hier aan Marseille. Het uitzicht op de stad vanaf de 160 meter hooggelegen kerk is grandioos. Zo kijk je uit over de stad en Château d'Yves, het beroemde fort van de graaf van Monte Cristo. Het eiland kan overigens ook bezocht worden. Vanaf de kerk, of eigenlijk moet ik zeggen basiliek, loop je binnen zo'n 10 minuten naar beneden toe, naar de oude haven. Hier vind je tal van terrasjes en mooie uitzichten over de rest van de stad. In de haven en kleine zijstraatjes zijn er talloze restaurants en bars. Aan het eind van de haven vindt elke ochtend een grote vismarkt plaats en bevindt zich hier de Le Rombrière de Norman Foster. Een dakconstructie van sterrenarchitect Norman Foster. Het spiegelende plafond biedt bescherming tegen regen en zon en zorgt voor een apart optisch effect. Het stadhuis van Marseille, met daarachter de sculpturen van een leeuw en stier die ook weer terugkomen in het stadswapen. Vanuit hier maken we een kleine wandeling door de oude wijk Le Panier, wat zich achter het stadhuis bevindt. Zeer schilderachtig, zeer gezellig en zeer mediterraan. Hoewel Marseille vaak niet in het rijtje meest populaire havens van de Middellandse Zee wordt gezet, is het zeker de moeite waard om hier eens een kijkje te nemen. Want de basiliek, de oude binnenstad en de haven, die lenen zich er perfect voor om heerlijk rond te struinen. Wees er dus zeker van dat je Marseille niet overslaat tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Wanneer u meer tijd heeft, kunt u ook het Palais Longchamp en Fort Saint-Jean bezoeken bij de ingang van de oude haven.